Welkom dames en heren bij deze video en in deze video ga ik met jullie dieper op Bitcoin induiken. Dat betekent lokale trends spotten en ook even macro technisch kijken, maar vooral kijken naar wat kunnen we vinden wat betreft de eerste week in december. Het is vandaag 5 december pakjesavond en zitten er cadeautjes aan te komen voor wat betreft mooie trades. Aansluitend gaan we nog even kijken naar de dollar, want dat is in mijn beleving ontzettend belangrijk als we willen weten wat Bitcoin gaat doen. Overigens ook als we nu heel duidelijk gaan kijken, zien we dat de dollar vooralsnog support heeft gevonden. En dat zou betekenen dat je in mijn beleving nu zeker winsten moet gaan verzilveren als je in Bitcoin trades of altcoins trades hebt. Dat had je eigenlijk vandaag moeten doen, want de dollar is inmiddels al wat gestegen. En we kijken nog heel even wat midterm voor wat betreft als het iets sneller gaat qua daling of stijging. He, dus daar gaan we in ieder geval mee beginnen. Ik zei net in de voorbereiding van deze video, we kijken eerst naar Bitcoin dan naar dollar. We doen het dus net andersom dan dat ik net verteld heb. Dus we kijken eerst naar dollar en daarnaast kijken we ook naar de trend. Want we willen weten hoe zit het nu met die marktstructuur. Ik heb rechtsbovenaan wat ingetypt. Daar staat eigenlijk marktstructuur lokaal. Als we een low maken, dan marktstructuur bearish en zullen SPX en crypto gaan stijgen. Nou, dit staat er eigenlijk al een aantal weken. En toen zaten we, als het goed is, hier. Nou, we zien daar dus de uitwerking van. Bitcoin is inderdaad wat gestegen, niet bijzonder hard. Maar we zien nu toch wel een reden dat we zien om in ieder geval wat uit te cashen. En daar bedoel ik mee dus winst te maken. Ja, niemand is armer geworden ooit van winst te nemen. Dus ja, dat is geen enkele excuus om dat niet te doen. We lopen hierin zeker, als we kijken op het weekly blok wat betreft de dollar, tegen een resistance blok aan. Hè. Dat kunnen we niet ontkennen, maar dat betekent dat we nog een, nog een 10%, misschien iets 3/10% omhoog kunnen gaan voor de dollar. En als dit een low is vooralsnog, dan gaan we waarschijnlijk deze inefficiency vullen op de weekly. En die inefficiency is dus dit. Ja, dus dit is de inefficiency voor de dollar. En waarom zeg ik dat? Omdat we dat hier meerdere malen ook hebben gedaan. Inefficiency vullen en dan verder omhoog, naar beneden en uiteindelijk verder omlaag. Nou, waar kijk ik nu? Want we hebben natuurlijk de trend gedraaid. En als we kijken op de weekly, is dat macro nu zichtbaar. En macro zeker zichtbaar. En we praten hier over 2018. He, dus als ik hem verder wegzet op die dagelijkse koers, dan zien we hierin dus verschillende zaken voorbij komen. Die lower low had hier ook nog gekund. Maar ik pak het wat globale nu aan. Waar wil ik graag nu naartoe is eigenlijk naar deze lijn. Dus voor de dollar zou het eigenlijk fantastisch zijn als we de komende week, misschien 2 weken, naar deze lijn gaan. Dus naar deze lijn gaan. Dus dit zou eigenlijk fantastisch zijn. Faalt dat doordat we hier niks kunnen bereiken, dan verwacht ik dat we dus uiteindelijk verder deze low eruit gaan halen en dus hier een bodem gaan vormen. Nogmaals, geen financieel advies, puur mijn eigen interpretatie van de koers. Lees ook zeker deze risicowaarschuwing even door voor wat betreft de risico's die daaraan dus kleven. Ja, dus, maar dit zou kunnen. Dus sluiten we hierboven weekly wise. Ja, dus dat is eigenlijk wat we willen. Ja, dus stel dat we een beweging maken die er zo uitziet. En we kunnen hier consolideren. Dan acht ik de kans aannemelijk dat we deze higher in ieder geval uit gaan halen. En dat zal waarschijnlijk betekenen voor Bitcoin en voor andere crypto coins. Dat we dus een daling gaan maken. Dit zou fantastisch zijn. Hè, dat we ergens hier naartoe gaan. En dat we dan dit aansluitend gaan doen. En dit is het moment dus dat je wil instappen in Bitcoin en crypto. En je wil eigenlijk in dit gedeelte weer uitstappen. Waarom zeg ik dat? Als we even TA-wise kijken, dan zien we ook dat als we dit doen en we gaan ergens hier naartoe of zelfs hoger, dan zitten we ergens rond een one-to-one vanaf de ABC-correctie. Ja, dat betekent dat we in die zin dus eventueel dit kunnen gaan doen. En hier dus een ABC-correctie weg kunnen zetten. Ik zal de wave even bijtekenen. En dan ziet dat er ongeveer zo uit. Ja, dat is dus een grotere correctie voordat we met de dollar dus verder omhoog kunnen gaan. Dat betekent overigens niet
dat Bitcoin in dit gedeelte niet hard kan stijgen. Ja, want dat kan zeker gebeuren. En dat is ook het moment dat je er in mijn beleving bij moet zijn. Want dit kan wel eens daarna een laatste daling zijn voor de dollar ten opzichte van de rest. Maar nogmaals, dat is vooralsnog koffiedik kijken. We moeten eerst dan nog dit soort levels halen en een higher high wegzetten. Bijvoorbeeld op dit gedeelte. Ja, dus dan zou het allemaal prima kunnen. En kunnen dus verder omhoog met de dollar. En natuurlijk denk ik, zeker met de economische malaise momenteel en met de dollar, de maximale geprinte, de inflatie, dat niet zomaar gebeurt. Maar ik acht de kans TA-wijs, hè, want daar praat ik nu over, dus niet qua nieuws, maar TA-wijs acht ik dit zeker mogelijk dat we zoiets gaan doen. En dus vandaar dat ik nu cautious ben op het feit om in dit stadium nu Bitcoin of andere crypto te gaan kopen. We zien het ook. Ik kan het zo laten zien. De daling is in ieder geval geweest. Ook op altcoins zie je Ethereum al een stukje dalen. En dat betekent dat andere als vanzelf gaan volgen. Dus dit is hetgeen wat ik denk wat betreft dollarwijs. En dan gaan we nu direct overstappen naar Bitcoin. We kijken eerst naar het grotere plaatje. Nogmaals, ik heb inderdaad een video gezet. We kijken naar december. Dat klopt, maar ik wil je dit zeker niet onthouden. Dit is een yearly candles. Dus dit zijn yearly candles en wat valt daarin op? Vrij simpel is dat we eigenlijk hier een yearly closes en yearly openings hebben gehad, plus een yearly high. En dat is allemaal support. Ja, dus mijn verwachting zou zijn dat we uiteindelijk hier rond die 13.8/9k een reactie gaan zien van Bitcoin. En dat hoeft niet bijzonder te zijn, maar een reactie verwacht ik wel. En die hebben we vooralsnog nog niet gehad. Sterker nog, we zijn op 15.4 gebleven. Dus dit is in mijn beleving een accumulatiefase hier in dit gedeelte voor Bitcoin. Niet voor de megalange termijn, maar ik denk zeker dat we kunnen kijken voor een wat kortere termijn. Overigens heb ik nog niet gekeken naar de 6-maandelijkse. En ook daarin zien we dus hier op de 6-maandelijkse candles. Dat is overigens logisch natuurlijk, omdat 2 keer 6 maanden is 12 maanden. Zien we dus hierin dus hetzelfde. Ik ben even benieuwd wat we overigens nog hebben op die 3 maanden. Maar niks noemenswaardig. Ja, dus voor mij is dit level dus interessant om mee te nemen voor een eventuele low, een lokale low die je bijvoorbeeld dan gechargeerd gezien zo uit zou kunnen komen te zien voor het eventueel lager gaan. Ja, we kunnen eventueel hoger gaan, maar dat zou voor mij in ieder geval een belangrijk iets zijn. Dan kijken we zeker even naar Bitcoin. Dit is dan 1 month. Even zien. Ik kan even de 1 day kijken. Dus ik heb hem compleet eigenlijk los gehouden nu. En ik zal hem direct gewoon gaan vullen. Dus wat we hier zien is een daily level. En datzelfde hebben we eigenlijk hier ook. Dus we hebben daarin dus 2 daily levels. Als we kijken naar de range, zou het fantastisch zijn dat als we nog een stukje omhoog gaan, dat we hier een short kunnen gaan openen. Wat we ook nog hebben is hier op 16.2 een daily level. Dus daarin hebben we dus een eventuele trade te pakken. Ik zal het eigenlijk gelijk even compleet maken. Zo. Ja, dus die hebben we eigenlijk qua daily. Dan ben ik even benieuwd wat we op weekly wise nog hebben. Eigenlijk hebben we hier nu een oude weekly. Dus die zou nog van pas kunnen komen. Even kijken. Weekly wise zit die op 16.2. En eventueel een weekly open zitten dus hier. Maar goed, die is zeker nog niet gegaan. En voor de rest was dat het eigenlijk. Dan is het nog interessant om een eventuele orderblocks te checken. Ik begin bij de 12 uur. En daarin zien we dus dit gedeelte als een hele mooie orderblok. Die ligt dus hier. Dus dit is je 12 uur orderblok. Ik zal hem direct eventjes afmaken. Even kijken, 4 uur, 12 uur. Alsjeblieft. 12 uur orderblok zien we hier. En we zien dat het best wel dicht bij die weekly en die daily ligt. Ja, dus dit zou een eventueel mogelijk iets zijn. De vorige was eigenlijk best wel goed te doen. Als we kijken naar een entry. Die is ook gegeven in de... dat was 16.1 uit mijn hoofd. 16.2 tot en met 15.9 was die entry. Die is voor een hele hoop mensen gelukt.
En wat ik nu eigenlijk zou willen zien, is eigenlijk precies het volgende. En dan zien we dus dat die 6 en 8 vooralsnog hier ligt eigenlijk in het orderblok. Dus we kijken hierin dus naar 16-4, wat dus interessant is. Ik ga zo nog even verder checken. Dus dat is wat ik zie. Plus, we hebben, als we kijken naar resistance, ik weet niet hoe lang het gaat duren, zien we hier nog een 6 en 8 eigenlijk liggen. Ik ben nog even benieuwd of we nog een pitchfork of iets dergelijks daar ook nog kunnen checken. Nice. Ja, dus deze is onderkant van die pitchfork. Ja, dus we hebben al meerdere lijnen daarin even heel snel getrokken. Ik weet dat we op ExoChart ook nog een naked point of control voor wat betreft maandelijks hebben. En uit mijn hoofd ligt die ergens rond die 16-4. En dan zou ik, dus die ligt eigenlijk ergens een beetje in dit gedeelte. Naked point of control type paars. Dus dat is een monthly. Dus die ligt ook in dit orderblok. Dus volgens mij ligt dat ergens. We hebben hier ook een 12 uur orderblok. Met een close ook volgens mij ligt dat ergens. 14-4 ongeveer. Dus al met al. Zien we daarin dat we best wel wat, wat zaken hebben in dit gedeelte. Die dus een bounce qua lijnen die samenkomen voor een eventuele bounce. En in mijn beleving zou in eerste instantie dit gedeelte. Dus als we kijken op die 12 uur. Moet je eens kijken wat voor opening close we hebben. Dus in mijn beleving zou dit in eerste instantie een reactie moeten uitlokken. En hebben we daarin dus twee smaken. Dus ik zal even verder doorgaan op die 4 uur kaart. Dus we hebben daarin dus twee smaken. Dat kan als volgt gaan verlopen. En dat betekent dat we dalen eigenlijk hier naartoe. Dit is je long. En we gaan eigenlijk hier naartoe. Dan maken we dus en een liquiditeit halen weg daar en daar. En is dit je short. En dan zouden we uiteindelijk terug moeten keren naar dit soort lows. 15, 16, als we niet veel verder gaan naar beneden. En dus dat zijn voor mij de meest logische trades. Wat ik eigenlijk zou willen, en ik haal nu alles daarin dus heel simpel eventjes weg, om dingen heel duidelijk te maken, is eigenlijk het volgende. En dus wat we nu willen zien is, qua marktstructuur willen we nu een, als we bearish zijn, willen we een lower low zien. En die hebben we eigenlijk pas als we in mijn beleving, het begint eigenlijk natuurlijk hier bij deze range. Maar die hebben we pas als we deze low breken. Dus breken we deze low, dan hebben we dus een lower low. Wat zou je dan kunnen doen? Stel je wil nu een short nemen, maar je denkt van ja, de kans dat we omhoog gaat zit er ook in. Dat klopt helemaal, ben ik compleet met je eens. Dat niet zomaar gedaan is. Sterker nog, ik ben heel even benieuwd waar het volume eigenlijk hier ligt. Dan zitten we dus hier op point of control vanaf deze range aan de bovenkant, deze mini range. En dus ik snap best dat je denkt van mooi verhaal, maar ik wil dus even afwachten. Want als we nu ook gaan kijken en we hebben het ook over het volume, dan hadden we net over bijvoorbeeld een 6 en 8 in die buurt. Dus dit gedeelte. Zo. En we hebben natuurlijk ook nog dit gedeelte. En dit is hetgeen waar ik het met jullie over wilde hebben. Kijk eens waar die 618 ligt. Dus deze kan weg, want die hebben we natuurlijk gehad. Dus dit is een belangrijk level. Point of control net erboven. En je ziet het ook al aan de volume node. Dus dit is hetgeen wat moet houden. Dus komen we naar, zou ik verwachten, reactie. En dan is natuurlijk afwachten wat er gaat gebeuren. Want de kans is best aannemelijk dat we bijvoorbeeld dit doen. En dan een reactie krijgen met een eventuele lower high. Komen we hier, dan zou het zomaar kunnen zijn dat je uiteindelijk een trade zou willen maken die er bijvoorbeeld zo uitziet. En dan is het dus aannemelijk dat je jouw short positie bouwt. Die ligt bijvoorbeeld hier en je stop lost dus net boven deze high. Want dat is iets wat je wil. En in eerste instantie gaan we natuurlijk hier naartoe. Want dit is een eerste grote TP of zelfs hier naartoe. Hier zijn we al geweest. De volgende keer dat je komt zou ik verwachten dat we er doorheen gaan. Dus dan zou je bijvoorbeeld zoiets gaan krijgen. En eventueel dit. Dus dan heb je de verschillende TP's die uiteindelijk deze lows eruit gaan halen. In mijn beleving gaan we deze lows eruit halen.
Equal lows is voor mij een hele mooie trade kans. Ja, aan de andere kant, als het niet zo is, ook geen probleem. Want we zitten hier long vanaf dit gedeelte. En je stop loss zou je kunnen bepalen natuurlijk. We zien hier weinig volume. Dus de kans aannemen dat je bijvoorbeeld onder deze stop loss weghaalt. En dan zouden we ook eventueel dit gedeelte kunnen testen. En ik heb het nu over die daily. En dan zou je eventueel dit kunnen gaan doen. En dus dan heb je dus twee opties om een long of een short te plaatsen. En pakken we dus hier de range high in dit geval. Of eigenlijk deze. Die halen we hier dus weg. En aansluitend kan het zomaar zijn dat je dan dit gaat doen. Maar, dus we hebben dus twee opties voor wat betreft Bitcoin de aankomende week in mijn beleving. Maar, dus we hebben deze long die eventueel kan spelen. Word je uitgestopt, prima. Dan zou je waarschijnlijk of op deze value area high misschien nog een bounce kunnen krijgen. Maar goed, als we dit dus gaan verlaten, is het dus aannemend om deze short dan te pakken. Om vervolgens daar naartoe te gaan. En dus aan de andere kant maakt het eigenlijk niet uit. Stel dat je nu hier wordt uitgestopt, heel vervelend. Maar als jij gewoon spot Bitcoin bezit daarin, dan wordt het Bitcoin aan de ene kant ook weer meer waard. Hè? Dus dan verlies je per saldo waarschijnlijk niet heel veel. En daarnaast nogmaals, ik heb het net al geroepen. Als we kijken en we dalen een stuk harder, dan zou ik inderdaad zeggen, wat zei ik, 13,8. Dus ongeveer dit level voor een potentiële accumulatiefase. Ja. Persoonlijk zou ik denken, dit level, zo hier ergens een mooie accumulatiefase voor BTC, zoiets. En aansluitend zou ik verwachten dat we een correctie richting die bovenkant gaan maken. En waar dat dan is, mijn ingeving zou zeggen dat dat ergens hier is. Uiteindelijk 28k of hoger. Maar dat gaan we dan zien. Al dit soort trades, ook bijvoorbeeld BNB, altcoins, kan je terugvinden in de premium groep. Als je dat interessant vindt, kan je je daarvoor compleet gratis aanmelden. Kost helemaal niets. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen is in deze video of in de beschrijving van de video de socials te checken. En daar staat het adres van Telegram. En als je dat daar lid van wordt, dan kan je zeker zelf, zal ik jezelf in de premium groep wegzetten. En dat is hetgene wat ik in ieder geval vandaag met je wilde delen. Heb je deze video nog niet geliked? Like dan deze video. Abonneer op dat kanaal als je nog niet hebt geabonneerd. En laat zeker weten wat jij vindt in de reactie van deze video. Rest mij niets anders dan jou een ontzettend fijne dag toe te wensen. En zie je graag terug bij de volgende video. Doei doei.